Vandaag neem ik samen met Robert en Dylan een kijkje bij een groot koninklijk station. Dit treinstation is geweest van koning Leopold II en wij besluiten hier binnen een kijkje te nemen. Dit grote koninklijk treinstation heeft allemaal verschillende gangen, die we natuurlijk ook moeten verkennen. Ook blijkt er in het water rond het treinstation allemaal caravans aangespoeld te zijn, die nog vol zitten met spullen. Dit treinstation ligt helemaal in de middle of nowhere. We hebben geen idee hoe we er moeten komen. We hebben van tevoren even met de drone gekeken en zagen dat we via dit pad mogelijk via een treinbaan kunnen komen. Dus laten we hier naar beneden lopen en kijken of we bij die treinbaan kunnen komen. Het is nog wel een aardig stuk naar beneden, want daaronder loopt de treinbaan langs. Je ziet het op camera heel slecht, maar deze weg gaat dan naar beneden. Deze weg loopt steil naar beneden en dat scheelt ons zo meteen echt een stuk klimmen. Nou, daar beneden is het al. Je ziet het treinstation daar aan die kant al. En daarboven is het kasteel. Geweest. Die weg die loopt er nog wel, maar het kasteel wat daarboven stond is wel weggehaald. Maar dit is dus het grote treinstation. Hopelijk brengt deze weg ons helemaal naar beneden. Hoe ga ik dit doen, jongens? Ah, opa, dat kan je wel, joh. Ik ga sowieso onderuit. Nee, dat ga je niet. Het is wel stijl daar, hoor. Ja, pas stijl, of niet? Moeten wij over die treinbaan heen? Ja, ja, dan moeten we overheen. Dat is een beetje risico, hè. Dus daar moeten we een beetje voor uitkijken. Oh, het ziet er echt mooi uit, dat station. Een caravan? Nee, dat door die overstroming van tijd geleden. Hij komt daar zo vandaan, het grote water. En toen is hij er hier ingegaan. Nu is het hopen dat we onder het treinspoor door kunnen. Dan hoeven we niet over het treinspoor heen. Nou, het was een heel stuk lopen, maar we zijn nu bij het treinspoor. En als het goed is, kunnen we hier onderdoor. En hoeven we dus niet over de treinbaan heen te lopen. Ook een stuk veiliger. Nou, we zijn in ieder geval onder de treinbaan door. Ook allemaal onderdelen van tenten en zo, van die store. Daarboven hangt ook een kleed. Kijk hoe hoog dat kleed hangt. Hoe erg heeft het hier onder water gestaan dat hier de onderkant van een caravan ligt? En dat is ook een mega caravan. Hang daar een kus in de boom, een beetje kussen erin. Heb je beseft hoe hoog het water hier heeft gestaan? Zeker wel 10 meter hoog. En het water is nu zo hoog, maar met die enorme overstroming is er dus tot minimaal daar water geweest. Waardoor het hier dus vol ligt met caravans en attributen. Hier dan allemaal kleden, zo'n ding met welkom. Later gaan we hier nog wel even verder kijken. Maar laten we beginnen bij het treinstation. En we moeten wel over de treinbaan heen. Aan de zijkant van deze brug kunnen we gelukkig veilig naar de overkant. Komt er steeds dichterbij. Ja, het is dat het Frans is, hè? Voor de Trigivé. Ik weet niet wat dat betekent. Ik weet niet wat dat betekent, het is Frans. Access internet. Ik denk dat... Access? Hoe heet het? Ja, access. Oh, toegang. Toegang tot internet. Ja. Oh, dit is wel een luxe. Wie had dat gedacht? Een verlaten locatie met gratis internet. Nog even over de laatste blokken heen en dan zijn we binnen. En dit is die route naar boven. Daar reden ze toen met van die auto's. Daar kwamen ze toen binnen vanuit de treinbaan die aan de buitenkant loopt. Hierheen. En dan gaat hij zo dus omhoog. En dan kom je hier uiteindelijk aan. En gaat hij zo hier deze kant op door richting het kasteel. En het kasteel dat is daarachter. Maar dat is helaas al afgebroken. Maar deze treinbaan die is er nog wel. Dit is een mooi overblijfsel van het koninklijk station. Van koning Leopold II. Een opwaartse cirkel. We gaan nu eerst eventjes deze weg naar boven lopen. Kijken of we op de plek kunnen komen waar het kasteel vroeger gestaan heeft. Hier reden ze dus met paard en wagens. Reden ze hier naar boven. Hier weer het hek van het kasteel. Hij is het zo het kasteel gestaan hierachter. Nou, tijd om eventjes hier beneden te gaan kijken. Daar zie ik ook nog allemaal deuren. Oud wachterstorretje. We besluiten om eerst beneden te beginnen met verkennen. En dan rustig aan naar boven te gaan. Hey, daar hebben we van die grote lampen gehangen. Daar zo. Van die kaarsen. Hé hey, jongens, er staan hier voetstappen. Waar? Hier. Oh, dat zijn jullie. Oh ja, dat zijn wij, ja. Hier kwamen ze dan aan, hè? We hebben nu een hek hierin gezet, maar hier stopte dan de trein. Stapte dan het bezoek van de koning, stapte uit. Ja. Weet jij nog hoe die koning heette? De slime dood. Nou, dat zou ik even niet doen. Leopold II. Leopold II, die had hier zijn kasteel. Maar hier zaten ze dan te wachten. Hierboven is die weg naar boven, zie je, met dat staal gemaakt. Een soort verwarmde wachtruimte. Hier zaten ze dan te wachten totdat de trein van de koning wegging. Oh, daar komt de trein. Hij stopte niet, hè? Dat is wel jammer. Nee, helaas. Ik heb nou de trein gemist. We moesten naar de volgende locatie. We gaan niet door, dus we moeten nog... Hey, maar er zit hier een gat in de muur, zie ik nu ineens. Zo, dit loopt door, joh. Ga erin. Oh, je kan helemaal rondlopen. Het loopt natuurlijk rond, dus je kan helemaal doorlopen. Alleen aan die kant is het dicht. Je kan gewoon helemaal rondlopen, weer tot die muur waarschijnlijk. Wat ik wil erin, ja. Ik wil ook wel in. Ja, ik wil ook wel in. Dan gaan we steden. Pak even een lamp. Maar kijk hoe klein dat gat is. Lekker als eerst doorheen gaan. Ja, ga jij eens eerst? Nou, nu staan mij om als eerst door dit gat in te gaan. Heb je gezien hoe klein dit gat is en hoe groot ik ben? Het is echt een heel klein gat. Heel klein gat, ja. Hoe ga ik er eerst in met mijn hoofd? Wat is slim? Is je benen. Benen? Want stel, hè,
Stel, er zit een afgrond achter en je gaat eerst met je hoofd. Dan val ik met mijn hoofd naar beneden. Dan heb je geen kans meer om terug te komen. En je gaat met je voeten eerst. Ik heb altijd nog, als het nodig is, plannen op je voeten. Er ligt schijnlijk. Ik hoor iets daarin. Er komt best wel een vleermuis in. Ja, er zit straks allemaal vleermuis in. Nee, niet wel. En hoe moet ik dat doen? Ja, of zo. En dan met mijn benen erin. Ja, nou is je benen erin. Bedstay. Nee, ik kom er gewoon echt niet meer op je. Ja, zo, zoals je nodig. En dan je eerst weer één been er doorheen, dan andere been. Ja, moet... Dan andere been, zegt hij. Waar moet ik dan op leunen? Ja, je moet zitten op de grond. Op die rand gaan zitten. Op die rand gaan zitten. Dat is best. Juist. Lekker, je bent bijna. Dan moet ik zeker draaien nu. Nou, Jeffrey, Mark, opschieten. Oh, dit is echt een hele diepe afgrond volgens mij. Ja. Oh! Oh, moe! Zo! Met alleen zijn hoofd, de rest zie je geen. Zo, het is echt krapper dan Bert. Krap, hè? Krap en knap voor mij. Stel het voor. Er komen nog iets heel ouds tegen of iets bijzonders. Ja? Dan had je, of iemand anders, weet je wel, dat je terugkijkt, dan denk je, had ik maar hier gekeken. En nu zijn we er wel. En nou zijn we er. En dan kan je nooit zeggen, oh, had ik maar. Tijd om met z'n drieën in deze tunnel te gaan kijken. En hopelijk komen we nog iets heel ouds tegen. Oeh! Ja, ja. Oh! Pik! Poeh, hij kakt op mijn hoofd of zo. Nee, dat is water, dat is water. Oh. Er is een vleermuis en die kakt op je hoofd. Ik voel in één keer iets keihard. Nee, jongen, kijk. Oh, nee, er vallen water. Maar dat hoorde ik net. Nou, ik loop door, jongens. Mij niet bellen. Kijk hoe die ook hangt, hè. Hé, er zijn er twee. Dylan, boven jouw hoofd hangt ook een vleermuis. Oh ja. Daar. Ik zei net nog, ouwe, kijk die kop van dat beestje, de tanden zo. Ja. Echt? Ja, kijk. Hij heeft een stukje zijn mond open. Oei, joh, kijk, hij beweegt helemaal mee als ik blaas. Oh, wacht even. Ik vind het doodeng. Ik zei net nog, toen we hier ingingen, jij zegt, ik hoor wat. Ja. Ik zeg, het zou heel goed kunnen vleermuizen. Weet je, die houden van zulke soort ingangen, van grotten en alles. Nou, dit is eigenlijk een beetje een grot idee, weet je. Ja. Alles is vochtig, nat, koud. Dat is perfect eigenlijk. Dat is echt perfect. Maar dit is dus hun mondje, wat je hier ziet. Ze zitten daar ingevouwen of zo. Dit zijn hun vleugels. Gadverdamme, ja, laat ze snel doorlopen. Want ik... Nou, ze kunnen bijten, hè? Echt? Ja. Ja, ik wil wel even snel... Weet je wat je ervan krijgt? Nou? Hondsdolheid. Echt? Ja. Niet te dichtbij, jongen. Als vleermuis je bijt, dan kan je gewoon gek worden. Ja, als ze een gekke ziekte bij zich hebben. Maar ik vind het wel vette beest op zich, hoor. Ja, maar ik ben wel echt bang. Het zijn een soort buitenarts. Hoe kunnen jullie zo lang hier met een lekker gevoel staan over die vleermuis? Ik durf zoals het A is ook A. Nou, ik ga even. Nee, kijk, dit is dicht of niet? Ja, is dicht. Is het dicht? Ja, oh zo, ik had het niet eens gezien. Dus we zijn door dat hele gat heen gegaan? Voor twee vleermuizen. Ja, dat was wel vet. Snel uitgaan voordat ze gaan vliegen. Ja. Want als ze gaan vliegen, dan heb je elke keer het gevoel dat ze tegen je aan vliegen. Kunnen ze niet, want ze doen natuurlijk met dat scent-signaal. Ze maken een geluidje, dat scent dat weerkaatst tegen een muur of tegen een dier. Ze zijn bijna helemaal blind. Vandaar dat ze weten hoe ver ze van iets zijn of wat dan ook. Of hoe dichtbij ze ergens zijn. Dus vandaar dat ze kunnen echt door deze ruimte koude hard heen vliegen. Helemaal in het donker. Zonder iets te raken. Dan koude hard. Door dat gat heen gaan. Ja. Wat me normaal niet lukt. Laten we snel door het gat heen gaan. Dat ze... Maar Kaulu is de versie van het beest. Oh nee, dat is zijn oor. Dat is zijn oor. Dat is zijn oor? Ja, dat is zijn oor. Maar ze hebben echt letterlijk een bekje met van die haaktandjes. Hè? Ja, ja. Ja, mooi. Dag jongens. Ja, laat mij eerst even naar de andere kant lopen. Ik ben alvast hier. Ja, als het donker is vanavond, dan gaan ze naar buiten om te jagen. Op vliegen en vlinders en zulke dingen. Ik moet echt met minder lenige mensen gaan, zodat ik niet echt de klummel van de groep ben. Die rand die je boven ziet, dat is echt serieus goed om mee te pakken. Dan kan je daar... Oh, dat is een vlieg. Nee, ik schrok serieus. Ja. Kijk, er komen allemaal muggen uit en zo. Ja, I know. Wacht, ik ga gewoon eens met mijn been proberen. Nee, dan ga je knieën... Anders head first. Oh. Ja. Ik krijg mijn benen niet eens op. Dit head first, head first. En nu? Andere been, ja, hoe dan? 5 minutes later. Ja, jongens, bel maar 1-2. Ik zou je been terug doen, ik zweer. Wacht, trek mij zo er doorheen. Oh, nee, dat past niet. Wacht. Mark, zo ga je klem zitten, ik zweer het. Ik zit nu... Weet je wat jij krijgt? Ik zit nu al vast. Ah. Ah. Maar weet je wat het ding is? Als jij zo doorheen gaat, ja? Dan kan je been knellen en dan kan je op een gegeven moment, hoe heet het, je been, laat me zeggen... Verlammen. Een soort van verlammen, want ik krijg dan geen bloed meer omdat die helemaal gekneld wordt en dan kom je er echt niet meer uit, dan zie je echt klem. Terug eruit, weet je hoe lang ik erover gedaan heb om die been erover te krijgen? Echt. Help maar even met die been, want ik krijg mijn been niet meer terug. Oké, okay. Een hand langs die muur glijden, dan heb je op een gegeven moment de rand.
Wacht, ik kijk even naar mijn lichting. Ja, ik zie hier een ram. Oké, twee handen breed pakken op de rand. Juist. En dan allebei je voeten er doorheen. Dat lukt je. Nee, voet. Ja, ja, goed zo. Voet. Andere voet ook gelijk. En dan er doorheen. Nee, ja, gelijk er doorheen stappen. Juist. Hand er doorheen, juist. Ja, dan hebben we het tasje weer hoor. Nee. Oh, het tasje dat nu langs de muur staat is te krijgen om. Markbenik.nl/winkel. Oh, hey man, thanks. Ach, jij ook. Voor de support. Ach. Nou, we zijn er hier nu inmiddels weer uit. Ga nog even in deze binnenplaats kijken. Want hier heb je ook nog drie verschillende ruimtes. Ja, ik zie het al. Wat denk jij dat dit zijn geweest? Ik denk wc's. Ja, hier hebben wc's gestaan. Kijk, hier met die muurtjes. Niet de riolering nog. Ja, de riolering zit hier nog in. Fijn, hè? Dat is mannen. Mannen en vrouwen. En daar mannen en vrouwen, ja. Kijk, daar hebben we die urinoir op de muur. Ja. Kon je tegen die muur aan plassen. En had je dan hier zo een soort van wasbakje, denk ik. Had je hier een wc. Hier een wc. Kijk, want dat is zo. En de dames hadden gewoon twee wc's. Ja. Ja, wij wel. En hier heb je nog een gebouwtje. Want wat zal hier dan binnen zijn? Ja, dag. Dit loopt ook zo lang door. En dan hadden we gewoon hier kunnen lopen. Je raadt het nooit. Het loopt hier ook gewoon door. Ja? Hadden we gewoon niet door de gat heen gehoeven. Ja, oké. Okay. Maar hier heb je denk ik geen vleermuizen. Kijk, we zitten hier wel een soort van gat naar beneden. Dus we moeten even uitkijken. Ik denk eigenlijk dat het komt zo, joh. Zou er niet een trap naar beneden zijn geweest? Dat je zo kon lopen? Ja, wie weet dat er nog een verdieping onder zat. Zo. Ja, daar. Kijk. Oh ja. Daar zit ook een vleermuis. En dit loopt zo naar boven. En dan daar stopt het. Nou, je ziet daar de rotsen. Dus het is echt op de rotsen gemetseld. Ja, dit is zo de rots hoe het was, zeg maar. Ze hebben gewoon een stuk uit de rotsen gehaald en hebben ze dit ding opgezet. Gewoon er tegenaan gebouwd eigenlijk. En half op en tegenaan. Zo, wel een stuk lichter buiten en warmer. Boem! De anderen zijn hier nog even met de drone vliegen, maar ik ga hier alvast weer naar beneden. Want ik wil nog even bij die caravans kijken die daar beneden liggen. Die caravans zijn natuurlijk door een grote overstroming, door een grote storm die we gehad hebben, daar zo terechtgekomen. Met de hele inboedel en alles er nog in. Dus ik ben benieuwd wat daar eigenlijk nog van over is. Dus gaan we ook nog even snel kijken. Dat water heeft zo hoog gestaan, 10 meter hoger. Het liep die kant op, maar waarschijnlijk ook hier tussendoor, want daar ligt die caravan. Zelfs daar delen van een keukenkastje. En daar dus die caravan. Dit is inderdaad een zijbeekje geweest. Daar ligt de gootsteen naar beneden. En wat ligt hier dan? Ja, de banden zijn eraf. Helemaal dubbel gevouwen. Hier tegen een boom, daar weer de onderpootjes. En daar ligt de caravan zelf. Alles eraf gescheurd. Je ziet daar nog een soort plankje wat misschien van bed is geweest, daar zo. En dan hier een strandstoel. Moet dit de caravan geweest zijn? Ik zie daar nog meer tenten en caravans. Oh, kijk, daar is het wiel ook. De zijkant van de caravan, de koelkast, de A-plus koelkast. Ik moet natuurlijk wel even bij deze caravan kijken of wat er nog van over is. Maar alles ligt er ook gewoon nog. Van doekjes, de boiler, de wc zag ik net al. Hier heb je de doekjes, dit is de boiler. De warm en koud water boiler, die ligt hier. Hier liggen de kussens, daar zo'n ledstrip. Kijken of het hier op kan staan. De binnenkant van de caravan. Daar heb je de koelkast, een tuinslang. Wat daar loopt en nog andere kussens die erin lagen. Hier is dus die hele caravan achtergebleven. Het water er allemaal zo doorheen gelopen. Hier, de hardloopkleding van die mensen liggen er nog. En daar zo een potje met sham, een kleed, kussens, 5000 euro. Oh nee, ligt daar iets van een fototoestel onder. Ja, ik ga er niet te veel aan zitten, want het zijn privéspullen. Een supermooie koelkast nog. En daar nog veel meer. Het bizarre is nog dat hier nergens in de buurt is iets van een camping. Dus dit is zo'n onwijs stuk met het water meegegaan. En uiteindelijk hier zo te pletten geslagen met de gijs die er nog ligt. Er lag nog een fotocamera in. Nog even snel de andere halen, want ik ben toch wel benieuwd. Hey, nu we er toch zijn, Dylan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat er in de koelkast zit. Je moet wat over hebben om in de koelkast te kijken. Nou, start het rubriekje maar in. Wat zit er in de koelkast? Wat zit er in de koelkast? Wat zit erin? Niks. Niks? Hij is helemaal schoongespoeld, denk ik. Water. Dus inmiddels zijn we weer aan de andere kant van het spoor. En dat houdt in dat we weer op de terugweg zijn. Ik hoop dat jullie dit een super toffe video vonden. Hiernaast kan je andere video's checken. Mijn Instagram Markbenik, die staat hier beneden. En is dit de eerste keer dat je mijn gezicht ziet, kun je hier beneden abonneren. Check ik jullie weer bij de volgende video. Laters.